Kroonprinses Amalia, de toekomstige koningin, leeft een leven waar de meeste studenten alleen maar van kunnen dromen. Terwijl haar leeftijdsgenoten worstelen met het betalen van huur, boeken en boodschappen, kan zij steunen op de immense rijkdom van haar koninklijke familie. En alsof dat niet genoeg is, stopt Amalia vanaf januari 2025 met het terugstorten van haar jaarlijkse toelage van 1,6 miljoen euro. Dit terwijl ze de afgelopen jaren nog de loftrompet liet schallen over haar grootmoedige gebaar. In het verleden ontving Amalia flink wat lof voor haar besluit om haar toelagen tijdelijk terug te storten. Met een handgeschreven brief aan oud-premier Mark Rutte, een actie die door de Rijksvoorlichtingsdienst breed werd uitgemeten, wist ze zichzelf in een positief daglicht te zetten. Maar Story wijst cynisch op het contrast, nu er miljoenen op het spel staan, lijkt het royale gebaar opeens van de tafel geveegd. Wat het nog opvallender maakt, is het gebrek aan transparantie over een ander geldpotje, studiefinanciering. Hoewel het een schijntje is vergeleken met de miljoenen die ze ontvangt, zou Amalia theoretisch recht hebben op 302,39 euro per maand. Maar of ze daar gebruik van maakt, blijft een mysterie. De Rijksvoorlichtingsdienst houdt de lippen stijf op elkaar, uw vraag betreft het privé-domein van een lid van het Koninklijk Huis. Zoals u weet, kunnen wij daar geen uitspraken over doen. Het lijkt nogal vreemd, merkt Story op, waarom zo geheimzinnig doen over iets dat in het niet valt bij de enorme bedragen die Amalia sowieso ontvangt? Als ze haar studiefinanciering zou terugstorten, zou je denken dat dit net zo breed wordt uitgemeten als haar eerdere gebaren. Het stilzwijgen roept dan ook vooral vraagtekens op. Terwijl Amalia zich voorbereidt op haar toekomst als koningin, laat haar financiële strategie zien hoe ver zij afstaat van de gewone burger. Waar andere studenten elke euro moeten omdraaien, kan de prinses rekenen op een gestage stroom van miljoenen. En dat terwijl de vraag blijft hangen: waarom niet gewoon alles open en eerlijk vertellen?